Tegenwerking bij het herstel van de muur. Toen Sanballat hoorde dat de muur door ons werd herbouwd, werd hij woedend. En in zijn ergernis bespotte hij de Joden. In tegenwoordigheid van zijn ambtgenoten en van het leger van Samaria zei hij: wat doen die zielige Joden toch? Denken ze de muur zelf te kunnen repareren? Willen ze echt gaan offeren? Denken ze dat werk vandaag nog af te krijgen? Zijn ze serieus van plan de stenen uit de totaal verbrande puinhopen opnieuw te gebruiken? En Tobia uit Ammon, die naast hem stond, zei: hoe ze ook hun best doen bij het bouwen, er hoeft maar een vos op die stenen muur van hen te klimmen of hij stort al in. Hoor, onze God, hoe wij worden veracht. Laat hun hoon op hun eigen hoofd neerkomen. Voer hen weg in ballingschap. Geef hen prijs aan plunderaars. Dek hun misdaden niet toe. Zie hun zonden niet door de vingers, want ze hebben degene die de muur herstellen zwaar beledigd. Zo bouwden wij de muur weer op. De hele muur werd voltooid tot op halve hoogte. Het hele volk was vastbesloten door te gaan. Toen Sanballat en Tobia en de Arabieren, de Ammonieten en de Asdodieten hoorden dat het herstel van de muren van Jeruzalem vorderde en dat de gaten langzaam maar zeker werden gedicht, werden ze woedend. Ze spanden samen om eendrachtig Jeruzalem aan te vallen en er verwarring te stichten. Wij baden tot onze God en met het oog op hun plannen zetten we wachten uit om hen dag en nacht in de gaten te houden. Juda klaagde: de sjouwers zijn uitgeput, het puin is te zwaar. Nooit zal het ons lukken de muur te herstellen. Onze tegenstanders dachten ons onverhoeds aan te vallen en te doden en zo het werk te kunnen stopzetten. De Joden die in de buurt van onze vijanden wonen kwamen overal vandaan naar ons toe en drongen er wel 10 keer op aan dat wij met hen mee terug zouden gaan. Maar ik stelde het volk, familie bij familie, bewapend met zwaarden, speren en bogen, bij de open plekken achter de muur op, daar waar de muur nog laag was. Na een inspectie drukte ik de vooraanstaande burgers, de bestuurders en de rest van het volk dit op het hart: wees niet bang voor hen. Denk aan de grote en geduchte Heer en strijd voor uw volksgenoten, voor uw zonen, dochters en vrouwen en voor uw huizen. Toen onze vijanden merkten dat wij van hun plannen op de hoogte waren en dat God ze had verijdeld, konden we ons werk aan de muur hervatten. Vanaf die dag voerde de ene helft van mijn mannen het werk uit, terwijl de andere helft werd uitgerust met schilden, speren, bogen en borstkurassen. De officieren stonden opgesteld achter de Judeërs die de muur aan het bouwen waren. De lastdragers deden het werk met de ene hand en hielden een werfspies in de andere. En de bouwers werkten met het zwaard op de heup gebonden. Naast mij stond een ramshoornblazer. Ik zei tegen de vooraanstaande burgers, de bestuurders en de rest van het volk: er is veel werk te doen aan heel verschillende delen van de muur. We werken op grote afstand van elkaar en hebben nauwelijks contact. Als u de ramshoorn hoort schallen, dan moet u allemaal naar ons toekomen. Onze God zal voor ons strijden. Zo werkten wij, terwijl de helft van mijn mannen klaar stond met de speer in de hand, van het ochtendgloren tot aan het opkomen van de sterren. Toen ook heb ik de werklieden opgedragen om in Jeruzalem te overnachten, samen met hun knechten. Zo hielden we 's nachts voor ons de wacht en overdag werkten ze. Geen ogenblik waren we uit de kleren, ik niet en mijn verwanten, mijn mannen en mijn lijfwacht ook niet. Iedereen had zijn werpspies steeds bij de hand.